Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe unboxing video op het NABV YouTube kanaal. Vandaag hebben we voor jullie geen airsoft apparaat, maar iets anders. Namelijk de Holosun Red Dot Sight. Nou, vrij duidelijk wat het is. Ik ga hem even uitpakken. Mooi doosje. Dekseltje. Ah. De standaard boekjes, zelfs bij een holosight. Red dot sight, moet ik zeggen. Hè? Silica gel om de boel mooi schoon en droog te houden. En natuurlijk de sight zelf. Nou, voor de mensen die het niet weten, dit is een red dot sight. Wat inhoudt dat als je aan deze kant er doorheen kijkt, je aan deze kant een puntje ziet. En als het goed is, als je hem goed hebt afgesteld, vliegt je BB naar het puntje toe. Dat is heel handig als je goed wil richten en iets betere controle wil hebben dan met een iron sight. Zeker als je vaak buiten over lange afstanden speelt, is dit een ideaal ding. Wat nou specifiek mooi is aan deze, vind ik zelf, dat hij twee knopjes heeft hier waarmee je hem feller en minder fel kan zetten. Vaak is dat een draaiknopje en dat werkt ook prima, maar ik vind dit ook wel mooi om te zien. Deze heeft een batterijduur van 50.000 uur. Hij gebruikt CR2032 batterijen, maar waarschijnlijk heb je er in je hele leven maar eentje nodig. Zo lang gaat hij mee. En er is zelfs een versie van die op solar power werkt. Dus als je echt nooit batterijen wil kopen en zeker wil weten dat hij het altijd blijft doen, koop dan even de solar powered versie. Het lijkt me een goed idee dat we hem even op een replica gaan monteren en dat we hem gewoon gaan proberen. De specs komen trouwens nu hier in beeld, zo hier. Zo. Kunnen we hem ook even laten zien. Zo, en dan zit hij. Nou, het ziet er meteen mooi uit. Je ziet dat hij aardig hoog zit. Dat komt omdat er standaard een riser bij zit. Er zit ook een ander onderdeeltje bij, waardoor je hem van de riser af kan halen en hem gewoon plat op je apparaat kan zetten. Waardoor hij dus een stukje lager komt. Voor de mensen die maskers gebruiken en grote dingen voor hun gezicht hebben, een War Q helm bijvoorbeeld, weet je nog? Klik eventjes daar voor het filmpje. Ja. Is het heel handig om zo'n riser te hebben, want dan kun je iets hoger kijken en dan kun je er toch doorheen blijven kijken zonder dat je masker in de weg gaat zitten. Als je gewoon met alleen een bril speelt, dan is het ook prima om hem gewoon laag te hebben. Dan kun je hem gewoon tegen je schouder aanzetten. Netjes je wang op de kolf en dan kun je er precies zo op kijken. Laten we hem even gaan proberen. Zo. Ja. We hebben hem geprobeerd. Het is een red dot sight. Ja, dat is het. Kost eventjes tijd om hem af te stellen, maar hij stelt in principe heel makkelijk af. Aan de bovenkant en aan de zijkant hier zitten twee dopjes, die draaien er even af. En dan kun je hem daarmee afstellen. De bovenkant is voor hoog-laag, de zijkant is voor links-rechts. En dat werkt prima. De dot is goed zichtbaar, werkt fijn. Inderdaad, kun je goed afstellen met heel fel, van echt heel fel tot bijna niet aanwezig. Het is heel handig voor welke lichtcondities je inwerkt. Ja, dit zijn wel dingen die je moet hebben als je vaker speelt. En als je graag wat verder weg wil gaan schieten, of je dan deze per se moet kopen, dat weet ik niet. Dat moet je zelf bepalen. Maar het is gewoon heel handig om zo'n ding te hebben. Zou ik hem kopen? Ja. Ja, ik zou hem kopen. Zeker weten. Het is een goed apparaat. Hij werkt. Hij doet wat hij moet doen. En ik schiet er vaker door raak. Dus dat is misschien wel handig. Ik weet niet of ik er verder nog iets over wil zeggen. Het is wat het is. En voor ding in zijn soort is het een goed ding. Ja. Nou, dat. Kom hem lekker bij ons proberen. Zet hem even op een van de apparaten die we al eerder hebben getest. Dat is ook wel goed. En dan zie ik je gewoon de volgende keer. Tot ziens.